Wij werken met alle programma's van Oefenen.nl. Dat is afhankelijk van de interesse en het niveau van de deelnemer. De ene is bezig met taalklas, de ander die krijgt station Nederlands toegewezen. Degene die leiding geeft aan het keukenpersoneel, die is bij mijn collega's die ook werken met Oefenen.nl met vraag gekomen: kunnen jullie iets met rekenvaardigheden? Rekenvaardigheden om standaard recepten te kunnen omrekenen naar een andere hoeveelheid, kunnen mensen leren hoe ze verkoopprijzen berekenen. En naar aanleiding daarvan zijn we met de rekenprogramma's van Oefenen.nl aan de slag gegaan. Op de ledlampenafdeling is het heel belangrijk dat je de instructies van de praktijkbegeleider goed begrijpt. We hebben bepaalde basisvaardigheden hier op de afdeling. Goed luisteren, lezen en schrijven is hier belangrijk. Ook goed begrijpend leren luisteren. Omdat we heel veel technische dingen maken, is het ook belangrijk dat de mensen zeg maar, goed de instructies kunnen lezen. Ik kan makkelijker contact maken. Contact met mijn collega's is beter. Maar nu, ik kan wel met iemand half uurtje, makkelijk praten. Voor mij is het belangrijk. Binnen WVS werk ik als coördinator met en de beheeromgeving en het volksysteem. En omdat er binnen WVS op 4 verschillende locaties wordt geoefend, met dus heel veel verschillende groepen, is het ook heel fijn dat iedere groep zelf in het volksysteem wordt aangemaakt met een eigen begeleider. Maar op die manier krijgt iedere groep binnen WVS hetzelfde aanbod aan oefenprogramma's. Daar is het volksysteem heel fijn in. Het belangrijkste is dat mensen zich ook zelfverzekerder gaan voelen. Ze schamen zich niet meer zo om iets te vragen. Ze durven meer te vragen. Dus de zelfredzaamheid wordt veel groter. Voor mij is het vooral heel belangrijk geweest dat ik hier kwam. Omdat ik in de OR zit en er worden heel veel moeilijke woorden gebruikt. En sommige woorden die snap ik dan niet. En dat ik ze hier al kan leren, kan ik ze thuis ook op leren. En kan ik de directeur ook meer begrijpen en ook wat ze daar zeggen. Dus dan kan ik ook meepraten voor het bedrijf. Eigenlijk is het voor mij dit heel belangrijk. Toetsenbord, computer zelf. Dat ik dat straks, als ik stop met werken, dat ik dat thuis ook kan doen. Ik vind een programma leuk. Ik heb nieuwe woorden geleerd. Ja, dus dit is een heel leerzaam programma, vind ik. Ik kan zelf mijn afspraak maken, zelf naar afspraken. Ik durf meer.